is een werkelijkheid die op die van ons lijkt, maar niet helemaal hetzelfde is. Dus het valt onder het genre fantasy. Maar eigenlijk vind ik het inmiddels meer op de werkelijkheid lijken dan wat ik om me heen zie. Wat er aan de hand is, dat ieder mens, iedereen, heeft een ziel. Maar die ziel is in deze boeken is zichtbaar als een dier. Dus iedereen heeft een dier bij zich. Dus bijvoorbeeld een luipaard of een aap. Of een vogel, of een hond, maakt niet uit. En die dieren gedragen zich meteen heel instinctief. Dus je weet meteen of het foute boel is, of dat mensen elkaar heel graag mogen, of dat er snode plannen zijn. En er zijn natuurlijk hele snode plannen.